Goedemorgen lieve mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik sta in mijn keukentje en ik ga eventjes een smoothie voor mezelf maken. Wat we daarvoor nodig hebben is amandelmelk. Ik gebruik deze op dit moment. Spinazie. Gember. En nog een banaan. Deze moet ik echt even doen, want deze begint niet goed te raken. In plaats van je fruit weg te gooien, doe het in de smoothie. Want hij is echt nog fijn. Mijn breakfast en dus met mijn smoothie. Leuk nieuws! Ik heb een nieuwe vintage mystery box gekregen en hier is hij. Die gaan we straks openmaken en passen, dus daar heb ik heel veel zin in. Deze video is in samenwerking met Coolblue en Sony. Ik heb van hen deze prachtige camera gekregen. Het is een vlogcamera. Ik zal dit eens even wegzetten. Ja, misschien ook wel handig. Het is de eerste vlogcamera die Sony heeft gelanceerd. En dit is de doos waar ik hem in kreeg. Vlogcamera ZV-1. Wow. Ik ben er eventjes bij gaan zitten. Ik ga hem zo klaarmaken. Van Coolblue mocht ik deze camera dus gaan testen. En ik ben heel erg benieuwd. Hij is dus speciaal om te vloggen. Nu heeft deze camera een aantal specificaties. Het eerste is dat hij een kantelscherm heeft. Deze zit aan de zijkant, wat heel erg fijn is. Want dan kan je er een externe microfoon hier op zetten. De camera die ik normaal gesproken gebruik, die is met een klapschermpje naar boven. En daar kan je dus geen externe microfoon boven je camera plaatsen. Verder heb ik al gemerkt dat hij super snel scherp stelt. En ik merk het gewoon, zien jullie hoe snel? En dat is heel erg chill, want als ik bijvoorbeeld snel een product aan jullie wil laten zien, boom! En daarnaast heeft hij een relatief grote 1-inch sensor, waardoor hij mooie foto's en video's kan maken in verschillende lichtsituaties. Dus ik ben heel erg blij dat Coolblue mij heeft gevraagd om deze voor jullie uit te testen. Ik heb er nu natuurlijk al mee gefilmd bij mijn ontbijt en daar merkte ik al dat hij echt top is. Ik ga me snel klaarmaken en dan gaan we de Vintage Mystery Box openen. Kwaliteit. Ik heb van Sins of Yesterday van Romy een mystery vintage box gekregen en ik vind het zo leuk en ik vind het ook zo goed dat dit wordt gedaan. Ja, ik heb hier zoveel zin in. Romy had mij een DM gestuurd op Instagram en ik vond haar account heel nicer uitzien. Dit is hem. Dus we gaan het meemaken. Ik heb ook een mailtje van haar gekregen. Dit is dus een vintage mystery box en dus geen stijlbox zoals de vorige keer. Ik heb al eerder een vintage mystery box gedaan. En die zal ik heel eventjes hieronder in de beschrijving zetten. Oh, ik ben zo benieuwd. Nou, de mystery box is ter waarde van €225. En het bevat 3 items en nog wat goodies. Oeh, mooi. Dit is de inhoud. Ik heb dus echt een zwak voor dit soort inpak dingen. Echt met zo'n bloemetje en zo'n... Ik ben heel benieuwd. Ik zie al wat goodies. Ik ga eerst beginnen met de brief die erbij zit. Echt zo'n verrassing. Lieve Romane, je bent vast en zeker benieuwd wat er in de mystery box zit. Ja.
lees dan vooral niet verder, maar begin met het leukste gedeelte. Alles uitpakken. Het eerste pakketje met de mooie roze bloem. Oh, ze hebben allemaal bloemetjes. Kijk. Oh, wat is dit? Wat is dit? Is het een set? Oh my god. Wat een mooie kleur. Wat leuk. Heel mooi. Het lijkt wel een soort van linnen. Een broekje. Ik denk dat die wel iets te groot is. Ik ga het zo ook passen. Ik ga de camera dan iets verder zetten, zodat jullie het ook echt goed kunnen zien. En een top. Die je dus in de broek doet. Ik ben heel benieuwd. Ik hou echt van zo'n matchende monochrome look. Dus die gaan we even passen. Oké. Ik ben heel benieuwd. De broek is iets te groot. Oh, wat superleuk. Kut. Wacht even. Wauw. Wat mooi. Nou, echt super mooi. Alleen, het broekje is te groot. Dus dat is echt super balen. Maar ik kan hem wel heel mooi innemen. Dus ik ga weer met mijn scrunchie eventjes de achterkant even vastmaken. Want ik heb geen speldjes. Dit is echt mijn leven. En dat is eigenlijk dat broeken zijn altijd heel moeilijk. Dit is echt niet iets wat ik heb. Maar ik vind het heel mooi. Echt heel chic. Zeg maar van elkaar afdragen. Dus deze broek met een leuke top. En dit topje op een andere broek. Dus dat is nice. Maar ik vind het wel heel nice om als set te dragen. En ik zou het dan stylen met... Ik zou het opstylen met dit enveloptasje. Deze heb ik bij de kringloop gehaald in Tilburg. Of met deze uit Parijs. Zo. En dan nog met sneakertjes, zodat het zeg maar niet te chic wordt. Tadaa! Sowieso is een mystery vintage book super spannend. Want en je weet niet wat je krijgt. Voor diegene die het stelt, je weet niet of die persoon het leuk gaat vinden. En het moet ook nog eens passen. Dus het is echt dubbel spannend. But I like it. Ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit zijn trouwens de details. Dit knoopje. En dus dat soort van linnen. Bij het broekje is het dit knoopje. Kijk, en weet je wat het is? Ik heb nu die scrunchie even afgehaald. Op zich past die. Maar ik voel wel dat die van mijn ass afzakt. Het tweede mystery pakketje. Spannend. Oké. Blauw. Jullie stellen me op de proef. Wel heel leuk. Dit is het tweede item. Ik zei in de vorige video dat ik dus amper blauw draag. Dus dit is een nieuw item to the collection. En dit is van het merk Burner. Ik ben heel benieuwd of dit staat. Geen idee. En op wat, het is grappig, want het is een soort van satijn. Maar het lijkt ook wel een soort van jeans kleur. En ik weet niet of jullie dit goed zien. Maar dit is het. Oké. Okay. Met wat is dit mooi? Met een jeans of zo? Ik pak gewoon even mom jeans. Oké, okay, ik heb even een donkere mom jeans gepakt. Oeh. Pretty. Zoals je ziet is hij hier aan de achterkant iets te groot. Het was ook een maat 42. Dus soms kan het niet. Maar ik vind het wel heel mooi. Jongens, ik word van de blauw. Ik stap over naar de blauwe kant. Deze broek is van de Monkey. Je ziet best wel lang. En ik hou daar wel van. Want dit is best wel, ja, best wel grof en best wel vintage. En dan zo'n sexy top erop. I like it. Ik vind het wel jammer dat hij dus iets te groot is. Kijk, hij sluit dus zeg maar niet zo aan. Maar hij is dus zo. Dus je moet heel erg uitkijken als je geen BH draagt. Maar I like the vibe. Jammer dat hij te groot is, want aan de achterkant is hij wel echt te groot. Mijn kast wordt vol met blauwe items. Volgende item. So cute ingepakt. I love it.
wat is dit? Oh, ik vind die stof zo leuk. Zoals jullie zagen heb ik dus zo'n soort stof aan. Wat is dit? Oh, een topje. Ik ga die hier gewoon oppassen, ook op deze broek. Oké. Oeh, cute. Ik weet nou ook niet meer of ze de maat had gevraagd. Volgens mij wel. Heel, heel, heel cute. Ik hou heel erg van die mooie details. Zoals hier. Echt prachtig. Zo, en deze camera stelt zo goed scherp. I love it. Ja, heel leuk. En zelfs op zo'n broek vind ik het heel leuk. Even de details. En hier zie je ook dat hij hier ook net iets te groot is. Ik vind het zelf niet heel erg zo, omdat hij wat groter is. Ik hou altijd van hem gewoon in mijn broek te doen. En de vibe is zo, het is zo cute of zo. En ik vind de achterkant ook nice. Ik vind ook het concept heel erg leuk van mystery boxen, van stijlboxen. Echt heel leuk. Dan zie ik hier het laatste pakketje. En dan zijn er nog goodies. Dus dit is het laatste pakketje met mijn favoriete bloemen. Gipskruid. Volgens mij behoren ze wel tot de bloemen. Oh. Oké. Ik ben niet iemand die van de strepen is, maar ik hou wel van deze vibe. En dat is dat beige en dat maakt het dus heel erg vintage. En hij is van Ralph Lauren, een XS. Dit doet me echt denken aan zo'n beachy look. En eigenlijk denk ik dat het zelfs leuk is om hem weer op deze broek eventjes te passen. Wel heel mooi, qua stof ook weer. Even in mijn broek. Oh, oké. Wacht even. Moet even kijken of ik dit leuk vind. Hij zit echt heerlijk. Wauw. En moet ik hem dan dicht doen helemaal? Ja. Pretty. Echt pretty. Ik heb nu dit zo open gedaan. Zoals je ziet kan hij zeg maar zo dicht. Dat kan ik zo ook nog wel even doen. Ik heb hem nu gewoon zo open. Heel mooi. Chic, chic, chic. Dit kan ik een beetje zo doen. Ik ga hem toch even dicht doen. Wel stikkend. Dit is de blouse als hij dicht is. En ik vind het wel iets hebben, zeg maar, dat hij zo met een ronde kraag is en zo dicht kan. Dat heeft toch wel iets chic, zeg maar. Dit zijn echt items die ik niet heb. En ik vind het heel erg leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Want ik zie gewoon ook dat het leuk staat. Ik moet er even aan wennen. Maar hoe lang je naar kijkt, hoe leuk ik het vind. Even toch mijn tasje doen. Ik had in de vorige video een reactie gelezen. Dat iemand zei van, jij bent echt iemand die kijkt of een outfit leuk staat als je er een tasje bij doet. En dat die persoon dat dus dan nooit deed. Maar ik ben echt inderdaad iemand die kijkt of er een tasje bij staat. Want ja, als je buiten bent, is het toch leuk om te weten of zo'n tasje erbij staat. En dat staat. Look at that. En hij zit zo chill. Maar ja, hè. Ralph Lauren. Ralph Lauren. Tuurlijk zit het chill. Zoals zijn als zo'n merk niet chill zou zitten. I like it. Ik twijfel alleen of ik het nou dicht leuker vind of open. Ik ga hem nog één keer even open doen. Vinden jullie de blouse leuker open of dicht? Let me know. Ik vind het beide wel heel erg leuk. Voor het strand, als je dan een andere kleur broek erbij. Ja, heel leuk. En de details zijn deze en de kraag. En hij is dus beige. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dat maakt het wel heel erg vintage. Nu zie ik nog dit. Ik weet niet zo goed wat het allemaal is, maar ik denk sjaaltjes? Oh, ik zie het al. Your girl is blind. Dit zijn dus 4 scrunchies. Ik zie dat hij wel een stuk feller is op de camera dan in het echt. Ze zijn een beetje een terracotta kleur. Dus zeg maar meer oranje-bruin. En nu lijkt ze best wel oranje. Maar er zijn dus 2 scrunchies en 2 kleine scrunchies. Super leuk. I like it. I like it. I like it. Nou, daar heb ik er dus 4 van gekregen.
als goodies zaten er nog sjaaltjes bij. Deze, echt heel mooi. Deze zat erbij. Ik ben niet iemand die polkadot draagt, dus ik denk dat ik hier iemand anders heel blij mee ga maken. Dit prachtige sjaaltje zat erin. Love. En er zat dit sjaaltje in. Ik vind het altijd heel erg leuk om die sjaaltjes in mijn haar te doen. Nu weet ik niet of het bij deze echt kan, want hij is best wel groot. Heel mooi. Dit was de Mystery Vintage Box. Dit soort sjaaltjes. Je kan ze echt voor van alles gebruiken. Hij is best wel groot. Ik zou het zelfs als cute tafelkleedje of zo kunnen gebruiken. Maar ik kan het natuurlijk ook als sjaaltje dragen. Heb je alles uitgepakt en ben je benieuwd naar onze gedachten over de inhoud van deze box? Alle items passen bij de stijl van Sense of Yesterday, maar zijn uitgezocht naar jouw wensen. Neutrale kleuren, zachte stoffen en sommige items een beetje oversized. Nice. Ja, ik had dus inderdaad gezegd dat ik oversized leuk vond. Nu is dat bij dat blauwe topje is hier wel echt te groot. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. En inderdaad die neutrale kleuren. I love, love it. En zoals je misschien al hebt gemerkt zijn het niet 3 items, maar 4. Naast de two-piece, het witte topje en de 100% katoenen Ralph Lauren blouse kwam ik nog een 100% zijde blauwe top tegen. Die ik je niet wilde onthouden. Mwah, lief. Als goodie zit er een setje scrunchies bij die perfect passen bij jouw stijl en een aantal vintage sjaaltjes. Je kunt ze voor van alles en nog wat gebruiken. Zelf gebruik ik ze om cadeautjes in te pakken. Zo leuk. Zoek maar eens op Furoshiki op YouTube. Oh my god, wat een goed idee. Hopelijk passen de items, maar gelukkig weet jij how to make everything look cute. Dat zeg ik altijd. En anders is doorgeven een prachtig idee. Hoe meer mensen onze liefde voor vintage delen, hoe beter. Veel plezier mee, liefst Romy. Ah, Romy, dankjewel. Ik vond het heel erg leuk. Ik vind het jammer dat een paar dingen net te groot zijn. Maar dat ga ik gewoon lekker aanpassen. En zoals Romy zegt, ik kan er altijd anderen mee blij maken. Ik vond het weer heel erg leuk om dit te doen. Ik sta altijd open voor dit soort dingen. I love it. Mocht je de items leuk vinden en ook de stijl van Sense of Yesterday, ik zal alle informatie van hen onderin in de beschrijving zetten. Zodat jullie het even kunnen terugkijken. Ik ga lekker lunchen. En dan gaan we richting Kralingsplas. Let's go, I'm ready. Oh, ze wil heel dichtbij, mevrouw. Kut, wat moet ik nou doen? Oh my god, I did it. Oh, I did it. Ja. Sorry, meneer, je moet even wachten, want ik ben even moeite. Ja. Bedankt, meneer. Hallo. Hallo, hallo. You look nice. I like it. I like the outfit. Je bent helemaal in... Helemaal green. Helemaal in de vibe. Kijk. Nou, we gaan lekker shooten. We hebben ook groentje chippies. En kijk. Beautiful. Daar. Kom daar. Op die rechtersteen daar. Hier. Ja, en dan even door je hurken. Ja. Het is cute. Het is zo chill hier. Wat is super mooi. Yeah. Wij zijn net van daar naar hier verplaatst. Hoor gewoon eventjes de vogels. It's amazing. Het was echt heel chill. Ik hou echt zo erg van de natuur en Kruisplas. Het is echt top. We hebben echt heel veel leuke foto's gemaakt. Dus ik zal er wel een paar hier laten zien. Inmiddels is het een paar uur later en ik zit dus weer in de auto. Ik ben nu bij mijn moeder aangekomen. Ik wilde heel graag nog eventjes delen wat ik van de Sony vlogcamera vond. Echt, I love it. Dat is het allereerste wat ik wil zeggen. Echt mega chill. Ik vind dat hij heel snel scherp stelt. En dat ook nog eens heel vloeiend doet. Daarnaast vind ik het klapschermpje naar rechts ook heel fijn. Omdat ik dus dat microfoontje erop kon doen. En daardoor kunnen jullie mij super goed verstaan. Ik vind het geluid ook echt heel mooi. Vind ik de camera ook heel erg compact. Hij kan hup zo in mijn handtas. Daarnaast merk ik ook dat hij
maakt niet uit in wat voor licht je zit. Ook al is er zonlicht of een meer wat donkere ruimte zoals hier. Het licht blijft gewoon heel erg mooi. Hij past zichzelf aan op de omgeving. Waardoor het licht eigenlijk altijd heel erg helder is en mooi. Ik denk ook tijdens kringlopen dat hij, wanneer ik natuurlijk in een donkere ruimte zit. Dat is wel heel erg chill. Dat hij gewoon gelijk pop pop. Ik vind hem echt super geschikt voor het vloggen. Dus ik raad hem ook heel erg aan. Ik zal ook het linkje van deze camera hieronder in de beschrijving zetten naar Coolblue. En ik wil Coolblue en Sony heel erg bedanken voor deze samenwerking. En dat ik deze camera mocht uittesten. Dus bij deze. Daarna sluit ik ook gelijk de vlog even af. Ik hoop echt dat jullie het leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan vooral ook. Zo mis je nooit mijn video's. Ik ga naar mijn moeder toe. Dus ik zie jullie weer in de volgende video.